is vandaag zondag 3 november. We zijn bezig met een nieuw projectje in de achtertuin. Ik denk dat dit wel het meest bijzondere projectje is dat we ooit hebben gehad. Hoe gekker, hoe beter. Mooier. Ik vind het helemaal mooi. Jij vindt het helemaal mooi? Ik vind het helemaal mooi. Ik ga even verder met mijn druk. Dus wat eigenlijk de bedoeling is, een aanloopje vanaf hier en dan een drop hier naar beneden en dan een paar trails. Kan best mooi worden, hè? Zeker, zeker. Zeker, zeker. Je wilt niet te kort springen daar, maar dat moet lukken. Het is niet zo duidelijk op film, denk ik, maar dan val je zeker 3 meter naar beneden. Zoals je ziet, Niek doet harde werk. Alleen wat we nog niet hebben bedacht, is hoe we weer het dak opkomen straks, als we er vanaf zijn gesprongen. Dat is nog een dingetje. Maar daar vinden we vast wat voor. Klinkt soepel. En zoals je ziet, nog niet al het zand is geleverd. Dus we moeten het eerst even hiermee doen. Dus we gaan stapje voor stapje de traillijn aanleggen. Nonde je, juiste keer man. Wat ben je nou weer aan het doen? We zijn ondertussen al een paar maanden verder, maar we hebben eindelijk weer een beetje tijd. Afloop is voor de helft af. Dus je springt vanaf het dak op de afloop. Dit trapje zetten, eventueel. Ga eens langs die schans staan. Ik heb die schans net hier neergezet. Dat ding is hoog. Ik ben 1,81. Dus hij is zo. Dit is echt. Dit is één bak zand. Echt waar. Ik denk zelfs dat we nog 40 bakken nodig hebben. Nee, daar gaat wel wat zand in. Ja. Maar is leuk. Ja. Beetje hobby, hè? Kiel wat anders. Nou, het begint ergens op te lijken. Je zit er zeker al 7 bakken zand in. En mocht je denken, wie rijdt er op de money toe? Je zult het niet geloven, maar het is Niek Kimman. Ik denk voor het eerst in zijn leven. Gaat mooi, Niek. Dames en heren, welkom bij het slechtste weer van Nederland. Niek Kimman achter het stuur. Nee, ik bedoel meer hier van dak af. Oh. Maar ik weet niet wat een slechte idee is. Ja. Maar dit gaat toch gewoon hartstikke goed, joh. Gewoon automatisch platte praten als ik op van dingen zit.